Welkom allemaal bij deze reading. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Vandaag een piramide reading. Dankjewel voor de vele likes, jullie steun op het kanaal, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele aanvragen voor privé readingen, healing, begeleiding en coaching. En natuurlijk ook alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag en werk ook in het weekend. Dus dan ben je gewoon helemaal up-to-date. We vallen hier en daar wat kaartjes uit en ik hoor dat ik die meteen moet neerleggen. Dus vandaar dat er al twee liggen. Zo, dan gaan we het nog eens even verdelen. Okay. Daar liggen ze dan. Liggen ze allemaal goed? Deze moet op zijn kop. Oké, nu liggen ze allemaal goed. We beginnen met de speer op zijn kop. Hartepijn over wat je niet langer hebt. Dat ben je aan het loslaten en je hebt niet langer meer verdriet ergens over. Dus dat is heel goed dat hij op zijn kop moest eruit komen. Dan hebben we hier de mok. Je gaat, omdat je dus uit pijn en verdriet komt, ga je nu weer genieten van het leven. Je gaat misschien uit. Je gaat gewoon dingen doen. Die je gewoon heel erg leuk vindt om te doen. Die je ook energie geven. Je komt eruit. Ondanks dat je dus leuke dingen gaat doen. Ben je toch nog wat van slag. Je mag nog wel wat gaan werken aan je innerlijke rust en harmonie. Want die is op zijn kop. Je moet oppassen voor gierigheid. Even voelen hoor. Gierigheid rondom je. Het is niet jijzelf, maar rondom jou. Een diepe persoonlijke kracht en rust, dat staat voor succes. Dus die harmonie en die rust, die moet hersteld worden. Dus ga je aarde. En nog eentje op zijn kop. Dat is de dagger. Je komt dan, als je dus gaat aarden, kom je uit die gedachtes, uit die zorgen en uit angsten. Dus dat is heel erg mooi. Je gaat je dus aarden. Het zit je alleen wel wat tegen, financieel. Kan zijn omdat je dus te maken hebt met iemand die erg gierig is in je naaste omgeving. Je neemt een risico, je doet iets riskants. Dat komt omdat je je intuïtie niet volgt, dus pas op. Dat kan als tegen je gaan werken. En waarom is deze onze kop? Oké, ja. Tegengestelde wat hierop staat. Dus het kan goed zijn dat je te maken hebt met een blonde, mannelijk persoon. Die heel licht van huid is. Die weer terug in je leven komt, hoor ik. Is dat ook degene die gierig is? Nee. Oké. Een gierig persoon zou wel eens een ding zijn, een leeuw kunnen zijn.
Maar een blond persoon komt weer terug in jouw leven. Nou, dat wordt ook een nieuwe relatie. Is dat een oude bekende? Ja, hoor ik voor de meeste van jullie. En voor sommigen van jullie ook niet. Maar dit is dus echt een reading van je komt uit hartzeer. Dat heb je geheeld. Je gaat nu lekker uit. Misschien dat je wel te veel drinkt of te veel eet. Waardoor je dus uit balans raakt, uit harmonie. Pas op voor gierigheid door die leeuw die in jouw naaste omgeving is. Als jij je vervolgens toch weer terug gaat aarden, komt die rust terug. Komen alle gedachten, zorgen en angsten, die worden teniet gegaan. Maar die tijger die dus zo enorm op geld belust is, die zal jou wat tegen, hoe zeg je dat, wat teleurstellingen gaan veroorzaken. Pas op, want je gebruikt niet je intuïtie. En je hebt te maken met een blonde, mannelijke energie. Ik ga eens even kijken, wat mogen wij nog meer weten over die, die leeuw die op gierigheid belust is. Wat mogen we daarvan weten? Voor sommigen is dat voor jullie een partner. Een zakenpartner kan dat zijn, of een partner in een relatie. Iemand die heel toxic is. Voor sommigen betreft het een narcist. Jij wil graag verder met je leven. Misschien wil je zelfs met deze persoon verder. En deze persoon die houdt maar aan jou vast. Dus je hebt een bepaalde beslissing te nemen. En die beslissing die valt jou zwaar. Het kan goed zijn dat je intuïtie niet volgt, omdat er heel veel aantrekkingskracht is tussen jou en die leeuw. Maar goed, het zijn allemaal verleidingen en testen, hè? Wat mogen wij weten over die tijger en die gierigheid, die leeuw moet ik zeggen. Oké, ja. Ja, het is iemand die probeert om jou te verleiden. Is iemand die alleen maar op lust uit is. Laat deze last alsjeblieft los, die leeuw. Als je dat loslaat, dan zal je zien dat er heel veel geheimen boven tafel komen. En uiteindelijk... omdat je dat doorziet, ben je toe aan iets nieuws, aan een andere persoon. En ik denk dat dat deze persoon is. Ik hoor ja. Wie is die blonde man die hier ligt? Of ja, die blonde mannelijke energie, pardon. Die blonde mannelijke energie, die gaat een beslissing nemen. En die wilt jou een bericht gaan sturen van liefde. Kan ook zijn... jou uitvragen. Het is wel iemand die heel veel pijn en verdriet heeft gehad en die eigenlijk heel lang twijfelt. Het is iemand die geen pijn en verdriet meer wenst. Dus het is iemand die heel voorzichtig is. Kan ook zijn dat het iemand is die in... Het schiet helemaal in mijn keel, dus het is iemand die heel moeilijk. Er is echt een krop in mijn keel. Dus daar loopt deze persoon mee en vandaar ook die defensiviteit. Daarom gaat het niet echt vlotten in deze connectie met deze blonde man. En zal uiteindelijk zal deze connectie toch ook gestopt worden. Jij bent heel loyaal, je hebt heel veel passie. Je houdt heel lang vast aan iemand die, en dan heb ik het over die leeuw, die jou eigenlijk heel veel pijn en verdriet doet. Het kan goed zijn dat dat komt omdat je in een huwelijk of relatie zit, waar die connectie wordt steeds
toxieker. Kan goed zijn dat je te maken hebt met een weegschaal of een stier. Iemand die narcistisch is of iemand die heel koppig is. Iemand die heel gierig is en ja, het geld niet wil loslaten. Vandaar ook niet uit die huwelijk of relatie wil stappen. Op het moment dat jij dat wel aangeeft, dan, ja, dan geven ze aan dat ze heel veel spijt hebben. Dan zijn ze in alle staten, dan zijn ze heel erg verward. Dan denken ze meteen ook dat jij iemand anders hebt. En ja, dan komt er een enorme ruzie. Uiteindelijk is het zo dat jij hun echt definitief afwijst, hun aanbod. Dat je echt verder gaat, dat je dus gaat helen. Je gaat rustig aan opbouwen, iets voor jezelf. En zo een nieuw begin tegemoet gaan. En het kan goed zijn dat die blonde persoon in kwestie jou daarbij helpt of ondersteunt. Of dat dat in beginsel een vriendschap is, totdat jij van die leeuw verlost bent. Dat is wat ik heel duidelijk doorkrijg. Er zit er een toekomst in tussen die blonde persoon en de kijker. Er moet eerst wel wat controle issues losgelaten worden. En dan kan jij voor deze persoon gaan. Het is voor de meeste van jullie toch een nieuwe liefde, zie ik. Dus laat alles wat oud is, laat al los. En met oud bedoel ik dan exen, mensen die om je, in je omgeving zijn. En wees heel speels en ga die persoon leren kennen. Die heeft heel veel meegemaakt, dus... die heeft ook zijn of haar tijd nodig om jou het vertrouwen te kunnen geven en ook om dat vertrouwen te krijgen. Ik krijg het gelijk koud. Kan zijn dat je te maken hebt met een steenbok, dat dat een nieuwe liefde is. Kan goed zijn dat jullie eerst als een vrienden beginnen. Kan zijn dat je samen iets doet, dus dat je collega's van elkaar bent of dat je dezelfde sport beoefent of clubhuis als dat nog bestaat of gezamenlijke hobby en dat je daar elkaar leert kennen en dat dat vanuit speelsheid, vanuit vriendschappelijkheid, dat uiteindelijk die nieuwe liefde groeit. Ja. Oké. Okay. Nou, heel mooi. Uiteindelijk komt er een nieuwe liefde op je pad. Maar wees wel heel bewust dat die leeuw jou nog goed gaat dwars liggen. Uiteindelijk laat je die ook wel los. En komt er een nieuwe liefde aan. En voor velen van jullie is dat een steenbok, heb ik doorgekregen. Als dit resoneert, mag je liken, delen. En je mag natuurlijk altijd abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Wens je graag een privé reading of healing of coaching begeleiding, kan je altijd contact met me opnemen. Je hebt hier de titel en hier een driehoekje als je daarop klikt, dan vind je al mijn gegevens terug. Dankjewel weer voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.